We bestaan nu 50 jaar. 50 jaar is natuurlijk een hele mooie en lange periode. Maar we zijn begonnen op 20 juni 1973. Nu is het IVN opgericht en er worden een aantal natuurwachten bij die wat te doorgezet hebben om een IVN op te richten. Nou, dat is dan gebeurd, maar dan hebben ze IVN, maar dan kan ze alleen nog maar gaan wandelen. Maar dan hebben ze geen eigen home. Nou, weer met die wethouders gaan praten. En toen op een gegeven moment bleek van, nou, er kan een budget komen, maak maar eens een chat. Nou, chats gemaakt, chats in iedereen. En de voormalig wethouder Harry Govers, die zei toen, Jan, maak toch gewoon een shopsquad ervan. Nou, in principe is het dat ook. Het is gewoon een langwerpig gebouw met de ruimte in voor de vrijwilligers. Een ruimte ook voor educatie, een ruimte voor tentoonstelling. Maar boven, daar zou het veronderlijk mee te houden, veronderlijk een hele grote ruimte in die zolderruimte. Daar is namelijk een vlinderopstelling gedaan. Er zit de schelpenman, zoals weer met Arnold Sarier, met uitzonderlijke collectie schelpen. En er worden nog opgezette dieren, die hebben we er ook allemaal bijeengebracht. Nou, dat gebouw, dat staat nu dan daar. Dat is in 2005 is dat opengesteld. En sinds die tijd ging het op een gegeven moment zodanig goed, dat we zoveel leden, dat we niet meer wisten wie en wat. Het ledenaantal is nu een klein beetje gedaald. Maar we blijven werken eraan om het zo groot mogelijk te houden. We zitten goed in dit gebied. We hopen dat we nog een lengte dragen mogen blijven. We vieren daar nu ons 50 jaar jubileum. We hebben gedacht om een herdenkingsboom. Dus dat we over een aantal jaar nog kunnen zeggen, we hebben 50 jaar gehad en hoe moet we nog hier gaan? Vandaar dat ik een paar mensen vroeg, we hebben de boom eigenlijk al kant-en-klaar neergezet. Zijn een paar mensen bereid om die paar schoppen nog toe te gooien? Wim en Gina, oké. Het is fijne, losse grond. We hebben de slechte grond hebben we allemaal eruit gegooid. En de goede grond hebben we... Hoe zo'n eigen composthoop is deze grond. Ja, ze kennen het goed. Prima. Ook Wurm de Bier. We hebben ook een kokosmout omheen laten leggen. Dat kunnen we regelmatig bewateren. Want dat is, in deze droge periode is dat altijd wenselijk. Nou, Wim en Gina, bedankt. Ja, dankjewel Jan. Je hebt de hele geschiedenis al verteld. En het is niet voor niks dat Danny en ik komen namens het gemeentebestuur. Want het is wel heel bijzonder als ze toch met nog zoveel leden, ook gezien de ontwikkelingen allemaal in de tijd, 50 jaar volhield. Ja, dat is eigenlijk fantastisch. Hè. In een fantastisch gebied. En dat misschien een klein beetje moeite gekost, maar uiteindelijk heb je toch een schone bosje ook gekregen. En, dat hebben we ook jaar gedaan. En ik denk dat we jaar blij zijn met zo'n vereniging in onze gemeente. Of niet, joh? Ja, zeker. Ja, zeker. Fantastisch wat we hebben gehad namens het gemeentebestuur gebracht. Naar kinderen, of in een van drinken, of nog gaat doen in de bosje ook. Wat je ook wilt, maar van harte proficiat met het jubileum. Dankjewel. En dik verdiend. Nou, dames en heren, dan is dit de korte introductie van het planten van de meiboom, maar dat is dan al voorbewerkt. Hij ziet er goed uit. Ja. Mooi, hij moet nu gaan groeien. Geef hem de kans voor. Verblijf hem water geven, verblijf hem verzorgen. En dan hoop ik dat we net, als Wim zag, die boom wat achter u staat, dat bestaat al 40 jaar, dat is ook een flinke. Dus Wim heeft er nog metgemaakt. En ik hoop dat, dat ik ook nog een aantal jaren mag meedraaien. En goed, verder hoef ik niet te vermelden. We gaan dadelijk in een kleine stoet om de 5 uur 1 naar
de brasserie van de Steiner Bosch. En daar werd je weer opgevangen met een pas koffie en een stukje vlaai. Ik dank u allen voor de aanwezigheid. En ik hoop... Oh wacht, je wilt nog eens spreken. Sylvia wil dan nog een woordje doen. Oké. Dank je. Ja, beste mensen. Echt geweldig. Als er 50 jaar een vereniging een vrijheidswedstrijd haalde. Vol springleven. Den met deze, den met die. Soms is het lastig. Maar meestal gaat het fantastisch. En als je toch kijkt wat voor een, ja, een hoeveelheid lu dat geur de zoutjes heb geplant om de natuur ervan te houden, maar er ook voor te zorgen, dan denk ik dat je er echt, ja, koninklijk waardig mag zien. En in die zin vind ik het fantastisch dat zo'n vereniging, net als alle andere IVN-afdelingen die echt voortreffelijk werk doen, dat die weten om elke keer weer de nieuwe generatie aan te spreken. Met de bloemetjes, met de bijtjes, met de grond, met de log, met het water. En in die zin fantastisch wie dit geur dat nu de afgelopen 50 jaar hebt gedaan. En daarvoor heb ik een klein cadeautje wat de historie ingeeft. Dat moet ik ze openmaken. En dan hou ik je de voorzitter, hé. Hey. Kijk, want dit is een boek dat gaat over de historie, natuurbescherming als hartstocht, van Victor Westhoff. Dat gaat over het verleden, over wie we hier terecht zijn gekomen. En ik denk dat dat een heel mooi symbool is, zou maar zeggen, voor alle leden die tot dusver actief zijn geweest. En wie fantastisch vind ik het, dat de vicevoorzitter, dat hij hier neven mij staat. En die gewoon ik het anders geven. Die gewoon ik het zeutjes geven. Want dat is wat is geweest. Dat is onze basis, waar we vanaf werken. En dit is de toekomst. De toekomst om weer nieuwe zeutjes te poten. Nieuwe jeugd, nieuwe jongvolwassenen, nieuwe jong gepensioneerden. Het maakt niet uit waar is de bus of worden ze vanaf komst. En of ze Nederlands spreekt of Marokkaans of maakt niet uit. Maar iedereen die deze wereldbol belangrijk vindt en dat hij fijn doordraait met z'n allen, die is welkom bij het IVN. En daarom hoop ik dat je nog heel veel zeutjes en heel veel buimpjes in de grond mag zetten. Dus ik heb hier een paar zeutjes voor dich. Gefeliciteerd namens alle IVN'ers. Oké, wilt nog even gaan toevoegen? Oh, de panningmeester van het IVN-district. Daartoe. Ja, goedemorgen. Ik heb hier niks voorbereid aan dit soort toespraken. Ik wil eigenlijk IVN Steijn, ik heb net eventjes het honk bekeken en de tuin en het hele theater. Het ziet er fantastisch uit. Ik ben ook penningmeester van Maastricht en ik ben al jaloers. Dus ik gewoon eens even kijken wat we daar kunnen regelen. Ik heb een klein cadeau meegenomen namens het district. Het district gaat door. Dus we komen binnenkort nog eens een keer langs. Het is goed met elkaar de zaken te bekijken. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dan rest ons niks anders over als een kleine wandelingetje maken. Ja. Bedankt voor de aanwezigheid. En ik hoop dat we ons nog een keer ergens anders mogen treffen.